Woensdag speelt NEC haar laatste competitiewedstrijd van 2021. Een bijzonder jaar was het voor de club en natuurlijk ook voor trainer Rogier Meijer. Uiteindelijk zijn we gepromoveerd in een rare periode, hè, met wedstrijden zonder publiek, of veel wedstrijden zonder publiek. Ze hebben denk ik een goede eerste seizoen zelf achter de rug, die nog beter had kunnen zijn. En dat is heel mooi. Ja, waar kijk je nou met grootste trots op terug op 2021? Ja, nee. Denk het kampioenschap, hè? Ja, je bedoelt de promotie natuurlijk. Ja, of promotie. Het voelde als een kampioenschap, maar nee, NAC uit die dag, die vergeet ik nooit meer. Nou, en nou pakt NEC het nog voor het eind van het jaar even lekker op met winst vorige week. En niet een al te beste wedstrijd, maar belangrijk, je houdt de nul en je pakt gewoon 3 punten. Nee, klopt. Uiteindelijk gaat het om resultaat en hebben we denk ik ook betere wedstrijden gespeeld. Betere wedstrijden dan afgelopen zondag. Ik moet dus zeggen, over de eerste helft was ik wel tevreden. Hè. Zeker ook het plan wat we hadden, hoe we het uitgevoerd hebben. Je maakt 2 goals in een uitwedstrijd. Tweede helft was minder, daar ben ik met je eens. Alleen uiteindelijk moet je hem over de streep trekken en dat hebben we gedaan met z'n allen. Lasse, ja, vorige wedstrijd gewonnen. Het lijkt erop dat jullie aan één helft gewoon voldoende genoeg hebben. Ja, dat hebben we vaker dit seizoen. Eén hele goede wedstrijd, of één goede helft denk ik. En de tweede wat minder. Ik vond ons, het plan was wel om hetzelfde te doen als in de eerste helft. Maar we hebben toch vrij snel teruggedwongen. En we kwamen nu ook niet echt aan het voetballen toe. Dan zie je toch dat je het een beetje over jezelf heen roept. Niet dat ze hele grote kansen creëren, maar toch een kopbal op de paal. En ja, als het net wel goed valt, dan wordt het geen ander verhaal. Maar ik denk dat wij het... Je wint tegen een directe concurrent, dus dat is natuurlijk uitstekend. Heb je nou het idee of hoop in ieder geval dat je 90 minuten lang nu wel tegen Willem II de bovenliggende partij kan zijn? Nou, waren we thuis ook volgens mij, toch? Ja. Maar dat is een andere reden natuurlijk. Maar ik hoop wel dat wij misschien 2 goede helftjes kunnen spelen. Als je klaar kan spelen in 1 helft, vind ik het ook prima. Ja, je had het net ook even over de vorige wedstrijd. Hè? Dat was inderdaad een hele dominante wedstrijd vanuit NEC's kant. Inderdaad, om wat te keepen, omdat ze na 10 minuten al met 10 man stonden, Willem II. Maar neem je dan toch nog wat mee naar deze wedstrijd? Maar ik denk dat wij in die wedstrijd, zoals ik zei, we waren wel bovenliggende partij. Maar ja, we creëren wel vrij weinig. En tegen 10 man, dat, in zo lange tijd, dan moet je die eigenlijk wel winnen. Dus dat, was wel wat minder. Maar ik denk dat wij nu ook stappen hebben gemaakt en beter zijn. Dus laten we hopen dat we het goed kunnen afsluiten. Ja, dat is natuurlijk een hele andere wedstrijd in een andere periode. Dit was volgens mij de tweede thuiswedstrijd tegen Willem II. Waar we tegen 10 man gespeeld hebben lange tijd. Maar het lukte ons niet om de goal te maken. En daar hadden we wel de mogelijkheden voor. En morgen is een andere wedstrijd. Willem II zit in een andere fase. We hebben natuurlijk lang niet gewonnen. Maar goed, we zullen denk ik heel scherp moeten zijn. Aan de bal, op het moment dat we denk ik ons niveau halen, liggen er ook mogelijkheden. En dat moeten we morgen laten zien en dan hebben we kans om te winnen. Ja, Lasse zei van, we zijn ook veel verder als team, klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er veel volwassenen zijn als elftal. Dat jongens individueel hebben geleerd van een half jaar Eredivisie. Ik denk dat je ziet dat we meer vertrouwen hebben aan de bal. Ja, dat zijn dingen die we als elftal hebben ontwikkeld. Morgen een mooie kans om te laten zien in zo'n laatste wedstrijd. Woensdagavond om 7:15. Willem II tegen NEC. Natuurlijk weer live te volgen bij RN7.